Goedemiddag dames en heren, welkom bij het wereldkampioenschap 400 meter rokend rennen. Favoriet van vandaag is Nico Blacklung, die klaarstaat aan de finish. Deze langzaam stervende sport heeft helaas nog maar één deelnemer. Niet waar, Herman? Ja, inderdaad, Van der Waal. We zijn weg. We hebben het startschot gehad. En we gaan van start met het wereldkampioenschap 400 meter rokend rennen. Onze deelnemer heeft gekozen voor sigaretten met filter. En in het weekend rookt hij zware sigaren. Jawel, zware sigaren. Nico krijgt het er moeilijk mee. En ja hoor, daar is de eerste hartaanval. Het is niet te geloven. Hij ligt op de grond. Zal hij nog wakker worden van deze tragische race? Dat is de vraag. Hij staat nog na te gaan dat hij drie operaties heeft ondergaan. Waaronder een longtransplantatie. Niet waar, Herman? En hij kan weer verder met zijn race. Heel knap van hem dat hij dit toch voor elkaar krijgt. Jezus, wat een conditie heeft die vent. En het is niet te geloven wat hij hier vandaag presteert. Gelukkig wel, want zo'n atleet wil je in de maatschappij gewoon niet missen. Oh, en wat heeft Nico het er moeilijk mee? Wat een talent heeft deze gozer. Zijn vrouw Tine Filterson en Nico zijn van plan na dit wereldkampioenschap te stoppen met roken. En we stevenen hier onophoudelijk af op de finish. Nog enkele meters voor de eindstreep en hij is wederom wereldkampioen. Gaat hij het halen? Nou, niet omkijken. Nee, ja, gewoon... ongelooflijk. Hij heeft het gehaald. Wat een fenomeen. 3 keer achter elkaar.